iedereen in één keer doorlopen. Ja, moet je me even wat druk geven, maar wat druk geven, maar wat druk. Er rijdt een politiewagen achter ons. Die persoon die vroeg of ik het raampje naar beneden wil doen, nee, zei die. Je rechterpaard bijt het linkerpaard. En is er iemand bebloed? Hoi, goedemorgen. Vandaag is het vrijdag 19 april. En vandaag ga ik vertrekken naar de Go Social Party. Naar Balkbrug, naar Klein Oever. En ik kom net uit de douche, vandaar dat ik nog nat haar heb. Vandaag ga ik gewoon filmen hoe ik me ga voorbereiden. Ik heb deze week me natuurlijk al wel een beetje voorbereid. Maar vandaag ga ik echt de allerlaatste dingen nog klaarmaken, inpakken. Ik vertrek vandaag dus die kant op met de paarden. Ik neem alle twee de paarden mee, Noora en Moos. En ja, ik moet ook nog mijn auto wassen. Ik moet boodschappen doen. Ik moet zelfs de trailer wassen. Ik heb vandaag zelfs een trailer laat les. Want dat kon niet op een andere dag. Maar volgens de instructrice maakt niet uit dat we het vandaag doen. Net voor een lange reis. Genoeg te doen. En door al die stress heb ik een koortslip gekregen. Ja, het is al anderhalf week geleden dat ik hem heb gekregen. Komt ook door mijn lage weerstand. Maar hij wil maar niet weg door de stress. En ik slik al L-lysine en doe al van allerlei trucjes. Maar hij wil gewoon echt dat laatste kleine korstje wil gewoon niet weg. Dus dat gaan jullie deze paar dagen zien. Want ik ga dus vandaag filmen. Morgen ga ik filmen en overmorgen. En er komen allemaal aparte vlogs van. En die komen de komende dagen online. Deze week allemaal, hoop ik. Goed, ik ga de laatste spullen even inpakken. En dan ga ik boodschappen doen. De boodschappen, en hieronder liggen nog gezonde dingen hoor, maar de boodschappen heb ik gedaan. Pling! En ik ben nu op stal aangekomen en ik ben meteen naar mijn trailer toe gereden, want die ga ik meteen aankoppelen om te wassen en ook om mijn auto te wassen. En kijk eens hoe goed ik dit heb gedaan. Ik denk dat dit heel makkelijk gaat worden met aankoppelen. Even denken, wat moet ik nog doen? Nou, eigenlijk moest ik vanmorgen naar Agrari toe om een deel van mijn merchandise op te halen. Maar gelukkig past alles wat we mee gaan nemen in hun soort van mini vrachtwagen. Dus dat scheelt echt een hele hoop tijd. Misschien wel 2 uur. Dus ik ga even kijken op mijn schema. Wat ik nu moet doen is de auto en trailer wassen en eventueel tanken. Daarna moet ik al het ruwvoer klaarleggen, de stallen uitmesten en dan om 2 uur heb ik de trailer laat les. Dus dat wordt spannend. Of dat, ja, wordt spannend. Ik vind het spannend. Het is zoveel en ik ben best nerveus. En ja, maar komt goed. Daar zijn we dan. We waren eerst bij een andere wasstraat. Moeder is ook om me even te helpen. En hier kunnen we gelukkig wel gewoon mijn trailer wassen. Mama staat er klaar. Ik wil zo meteen ook hoor. Ik ga even naar de andere kant. De trailer is nu klaar. Hij glimt echt super mooi. Je kan de glitters die erop zitten gewoon weer zien. En nu is mijn moeder me aan het helpen met de auto. Ik doe ook dingen hoor, maar mijn moeder is hier gewoon iets meer ervaren mee. En mijn auto was echt veel viezer dan de trailer, dus die moet ook wel echt gedaan worden. Anders valt het veel te veel op dat de trailer wel gepoetst is en mijn auto niet. Zo, ook even de bandenspanning van de trailer controleren. Hij moet 3 bar zijn en dan was het net bij de andere kant. Maar beide banden 2,8, dus het is maar goed dat ik het even check. Is goed. Bij deze ook. Het waait zo hard. Het valt wel mee, want de fiets is opeens heel hard aan het waaien. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik ben op stal. Nou, het wassen duurde zo'n 2 uur. Altijd als ik op show ga, gaat er iets mis. Vaak met het vervoer of mijn paarden hebben iets. Of ze hebben door de modder gerold of er is serieus iets. Oké, wacht. Ik ga de paarden naar de wei brengen. Ze staan nu hier. En ze mogen nu even lekker grazen op het weiland. Zodat ze rustig kunnen wennen aan het eten van gras. Hoe ik dat doe, dan doe ik altijd deze even zo. Die maak ik hier aan vast. Noora is alvast naar het weiland gelopen. En Moos die breng ik altijd even naartoe. Hoi Moos. Maar wat ik wilde zeggen, terwijl jullie even naar mijn paarden kunnen kijken. Er gaat altijd wel iets fout als ik op show ga. Het kan echt van alles zijn en soms zijn het echt meerdere dingen. En dan kost dat zoveel tijd. En nou had ik het dat we gingen naar een wasstraat toe, maar dan mocht ik dus niet met mijn trailer in. En het was allemaal veel te krap en nou ja, toen moesten we weer naar een andere wasstraat toe. Maar die was veel verder weg. Maar dat was dus wel weer heel goed gegaan. Alleen het duurde wel weer heel veel tijd
voordat het alles schoon was. Maar daar kon ik ook meteen mijn banden checken en nog een beetje, een beetje benzine in mijn auto doen en zo. Ik ben zo gestrest. En hierbij kan ik ook zeggen, check, stallen zijn gedaan. Dus als ik terugkom, dan ligt er gewoon geen mest in en dat is wel heel fijn. Ik ben nu heel druk bezig met al het ruwvoer wat ik mee ga nemen. Hier heb ik ook nog heel veel staan. Ik heb nog zo'n heel net wat in de trailer gaat. En hier ligt de rest in mijn auto. Hier helemaal een paar zakken vol met allemaal hooi. Hier nog een eigen baal van mij. Dit ben ik dus allemaal aan het inladen. En hier kan ik bijna een duimpje omhoog bij geven. Dus een pling van ik ben hier bijna klaar mee. Nou, we gaan beginnen met het trailerladen. Hier is Petra en hier is Jacqueline. En zij zijn van Two Moons. En zij gaan mij dus helpen met trailerladen. Maar jullie doen naast trailerladen, doen jullie ook nog andere dingen, toch? Met paarden. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja. Nou, wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van gedragsproblemen bij paarden. Mm-hmm. En eigenlijk om de relatie tussen mens en paard te verbeteren. Ja, dus als er problemen zijn, dan kunnen we daarbij helpen. Maar ook als je geen problemen hebt, kun je eigenlijk veel beter nog leren omgaan met je paard, met het gedrag van je paard. En leren hoe je het leiderschap kan overnemen van een paard. Hoe je het leiderschap kan krijgen. Jij hebt geen echt trailerlaadprobleem met je paard. En waar kan ik je precies mee helpen? Dan wil ze gewoon net haar achterbenen niet in de klep doen en er verder in gaan. Dan blijft ze daar gewoon hangen en dan is ze zo van nou liever niet. Ja. Kijk, als je al zo ver bent dat je paard zo ver in de trailer krijgt, dus is het eigenlijk nog maar een klein stukje extra waar ik je mee kan helpen. Dat is geen enkel probleem. Nog heel even een vraagje over het paard. Ja. Want ik heb nou beenbescherming omgedaan, want dat raden jullie aan om dat? Ja. Er kan altijd, een paard kan zich altijd wat verstappen, hè? Of bijvoorbeeld net naast de klep stappen. Mm-hmm. Dan is het paard beschermd door middel van die beenbescherming. Soms gebruiken jullie het Monty Roberts halster, maar vandaag niet. Nee, we gebruiken het Monty Roberts halster niet. We gebruiken een methode waarin je een touw door een halsring knoopt, waardoor de druk achter het halster wat groter wordt achter de oren. En dus daar hoef je geen speciaal halster voor te kopen. Okay. Je kunt dat met een normaal halster doen, met een lead rope doorheen gekruist. Als dit je paard is en je gaat druk opgeven, wat je meestal gaat doen bij een halster, is je geeft druk op het hoofd om hem naar binnen te vragen. Mm. En dus je kijk maar bij het halster, er komt druk over het hele hoofd heen op deze manier. En je paard, dat heb je al vaker geprobeerd, kan je eigenlijk niet naar binnen trekken. Mm-hmm, dus zo'n sterk paard kunnen wij gewoon niet naar binnen trekken. Dat lukt niet. Nou, als we het touw nou op een andere manier door het halster heen doen, en dan gaat hij hier van buiten naar binnen en dan gaat hij één keer om de neusriem heen. Dan gaat hij aan de andere kant van binnen naar buiten. En dan maak ik hem hier vast. Ik doe het dadelijk bij je paard ook hoor. Dus dit kan je doen als je meer controle wil hebben over de hoofd van het paard. En kijk wat er nu gebeurt. Als ik nu druk geef op het halster, dan komt er meer druk eigenlijk aan één kant. Kijk, nou zie je dat de druk meer hier vandaan gaat komen. Zie je dat? Ja. In plaats van dat hij net over het hele halster heen gaat. Komt er nu meer druk? Kijk, dus heel duidelijk komt er op Jacqueline de hand. Laat maar een beetje zien, Jacques. Dat er wat meer druk komt. Ja, zie je dat? Dus er komt wat meer druk op het eigenlijk achter de oren van het paard. Waardoor je het paard kan vragen: van, joh, kom een stapje naar voren. Komt die stapje naar voren en laat je meteen los. Maar ga ik straks allemaal demonstreren met je paard. Oké. Okay. Die lijnen zijn niet om het paard op te sluiten. Heb je misschien wel eens gezien of zelf ooit gedaan dat je bent gaan kruisen met die lijnen? Nooit doen. Okay. Nee, want sowieso, hè, het is voor een paard heel beangstigend om dat zo te voelen en er gebeuren ook heel veel ongelukken mee. Hè. Dus wat wij doen is de lijnen niet gebruiken om het paard op te sluiten of te kruisen, maar we gebruiken hem echt als een begrenzing. Als een soort leuning aan de brug. Als jij over een bruggetje heen fietst in het park en er is een leuning, dan weet je gewoon, ik kan alleen maar rechtdoor. Op het moment dat er geen leuning is, kun je het water ingaan. Yeah. Ja? Dus voor dit paard ook, door deze begrenzing, is er eigenlijk alleen maar rechtdoor of terug. Mm-hmm. Ja, dus de lijnen gaan als het ware als een begrenzing werken. Ik ga haar dus nu vragen om te wijken voor die druk. Hè? Dus braaf, goed zo. Hè, dus wat ik haar heb geleerd is op die drukte naar voren te komen. Goed zo, liefie. Kom maar. Braaf, goed zo. Kom eens terug. Goed zo. En wat ik haar nu ga leren, Fenna, is ik vraag haar steeds een stapje naar voren of naar achter. En daarmee leer ik haar wat ik jou vraag, dat kun je ook echt. Jij kunt een stap naar voren, je kunt een stap naar achter. Als ik haar nu gelijk gevraagd om de trailer in te gaan, dan is eigenlijk een beetje de hoge duikplank van haar. Mm-hmm. Ja? Want dat laatste stukje laten zien, ik spring niet. Ik sta op die duikplank, maar ik ga er niet in, ik ga er niet af.
Dat is eigenlijk wat ze jou laat zien. Dus wat ik haar nu ga doen is, ik begin gewoon in het kikkerbadje. Goed zo. En ik zeg, als ik vraag om een stap naar voren te komen, dan kun je dat ook echt. Kom maar weer naar voren. Kom maar. Goed zo. En dan vraag ik weer, braaf, goed zo. Braaf, goed zo, lieverd. Nou, dan vraag ik er nog een stapje naar voren. Kom maar, Nora. Kijk, en nu gaat ze zeggen, je zag haar eventjes wat tegen de druk ingaan, hè. Maar ik heb haar nu net geleerd van, joh, je kan echt een stap naar voren. En de druk is ook meteen weg, op het moment dat je naar voren komt. En zo leer ik haar zelf de keuze te maken om naar voren te gaan. Dus ik dwing haar, ja, ik vraag haar. Goed zo, kijk, en dan komt ze zelf, geef ik haar ook meteen een brokje. Kom maar, kom maar terug. Ja, goed zo. Nora, kom maar naar voren. Ja. Goed zo. En nu zegt ze, Petra, zie jij dan niet dat de klep in de weg zit? Zag je? Want haar rechterachterbeen ging naar achter en toen kwam ze een beetje tegen die klep aan zo. Maar ze moet gaan leren die op te gaan tillen en erop te gaan stappen. Maar als zij nou op dat punt staat waar ze liever niet meer haar achterbenen naar voren wilt zetten, ja, en jij geeft druk en zij geeft druk terug, moet je dan druk blijven houden? Ja, eigenlijk totdat ze naar voren komt. Maar wat ik heel belangrijk vind, is het paard in eerste instantie, hè, in het begin van de training, moet ik altijd even zoeken, is een paard, is het probleem de angst voor de trailer, want dat kan. Of is het probleem dat ze eigenlijk niet goed heeft geleerd de klep op te lopen, want dat kan ook. En ik zie hier nog niet zo heel veel angst, meer onzekerheid. Mm-hmm. Ja? Dus in die zin kan ik hier wel wat meer gaan vragen. Ja, maar wat ik wel zelf eens met haar heb, dan geef ik druk, zij geeft druk terug, ja, dan blijf ik het vasthouden, maar dan loopt ze naar achter. Dan, ja, denkt ze van doei, hier heb ik, ja, geen zin in. Ja, en ik hou het tegen. Kijk, zie je? Ja, goed zo, Nora. Ja, staat ze op. Dat is echt heel goed. Goed zo, Nora. Dat is knap. Ik denk eerlijk gezegd dat zij een beetje onzeker is waar ze de voeten neer moet zetten. En als ze daar doorheen is, dat je nooit geen problemen meer hebt. Mm-hmm. Dat denk ik echt. Ja, dus dan hoef je helemaal geen zorgen te maken. Als ze het dan vandaag leert, dan heb je nooit geen probleem meer. Dan kan je straks zo weg. En dan als je morgen terugkomt, staat ze zo op. Ja. Goed, zo super, Nora. Ga ik helemaal terug en dan komen we naar voren. En dan mag jij er een brokje geven. Oké. Goed zo. Ik denk eerlijk gezegd dat ze helemaal niet zo bang is in de trailer. Je kunt ook gerust met haar op pad. En je hoeft niet bang te zijn dat ze dan morgen weer een terugval krijgt. Ik denk echt dat ze niet goed genoeg geleerd heeft nog. Mm-hmm. Goed zo. Kom maar naar voren. Ja, super. Hey. Nou, dan mag je weer wat brokjes geven. En loop maar gewoon erin. Jo, Bloentje, kom maar. Ja, en dan geef je twee de vingers druk. Ja, zo. Goed zo. Ja, en geef je nog een beetje druk. Kom maar, lieve schat. Ja, ja, goed zo. Wat je beter kan doen is je vinger naar haar borst toe. Doe maar. Hier. Ja, zeg ik, let op, ja, Nora, terug. Terug. Juist. Goed zo. Goed hoor. Oké, in één keer, lange lijn. Ja, goed zo. Lange lijn in één keer doorlopen. Ja, ja, goed zo. Super hoor. Stapje. Ja, ja, goed zo. Kom maar. Goed zo. Netjes. Moet ik hem even laten? Ja, dan geef je hem even wat druk. Geef maar wat druk. Geef maar wat druk. Ja, en ja, los. En braaf. Zo. Goed zo. Netjes. Zal ik je een brokje geven? En voel je verder dat je zo meer druk kan geven? Ja. En nu? Geef je even wat druk dat naar voren moet komen. Juist. Goed zo. Okay. Ja. Ja, geef maar wat druk. Goed zo. Heel goed. Netjes. Ja, goed zo. Netjes. Goed zo. Oh, ja, goed zo. Terug. Ja, juist, Fena. Zie je het? En dan draait je achterhand de andere kant erop. Ja, goed zo. Super, goed hoor. Fijn dat we zo meteen weggaan met twee paarden die goed kunnen. Ja, ja. Zijn we helemaal goed voorbereid. Kom maar, Maus. En dan geef je wat meer ruimte. Juist, ja, goed zo. Goed zo. En dan mag hij gewoon achteruit. Goed zo. Goed zo, netjes. Ja, goed zo. En dan ga je er zo weer in. En dan ga je het helemaal alleen doen, Fenna. Ja. En dan? En dan ga jij weer nog een keer onder de stang door. Juist, ja, heel goed. Goed zo. Braaf. Brokje? Dan loop je naar achter. Nog geen brokje. Nee, nog geen brokje. En dan doe je de stang dicht en dan krijgt hij een brokje van je. Nou, hij hangt aan de andere kant. Ja, ja. Heel goed. En dan doe je hem dicht.
En dan ga je nu, als het dicht is, geef je hem een brokje. Want hij is slim genoeg, Fenna. Hij wacht daarop. Hij denkt, oh, als jij die stang dicht hebt gedaan, dan kom je gelijk daarna terug. Ja, goed zo. Aan deze kant, hè? Ja, kom maar. Deze kant. Juist. Netjes. Goed zo. Wij zaten even grapjes te maken over dat het dan met z'n zelf... Ja, oké, okay. Maakt niet uit. De auto is bijna helemaal ingeladen, alleen Nadine's spullen moeten er nog in. Paarden staan op de trailer. Ja, het is gelukt om ze zelf dan te laden. En het was eigenlijk wel heel fijn. Aan de ene kant dacht ik, misschien is het niet zo handig om een trailerlaadles voor vertrek te nemen. Dus misschien wat laat. Maar eigenlijk komt het wel goed uit bij mij. Maar ja, ik heb ook het geluk dat ik hele fijne paarden heb. Die gewoon, ja, ze zijn gewoon geen probleempaarden. Die kennen het al, maar ik moest zelf gewoon nog even leren hoe ik het beter met ze kon doen. Ja! Dat ging goed. Ja, dus laten we gaan. We moeten zo'n 3 uur rijden. Oké, laten we gewoon gaan. We gaan. Yay! Ja, doe de airco maar weer aan. We staan in de file, dus ik kan even filmen. Oh, we hadden net schrik van ons leven. We waren gewoon lekker aan het praten. En opeens komt er niet een wesp hier in de auto maar in. Het is zo groot. Ja. Deuren zijn, of de ramen zijn gewoon dicht. Maar er komt opeens een wesp naar binnen. Dus we gaan de ramen open. En hij vliegt gelukkig meteen naar buiten. Ja, maar het duurde nog langer dat de raam dicht ging. Oké, nou, wij gaan weer verder. Dit liedje is wel heel toepasselijk over waar wij het net over hadden. Jongens, er rijdt een politiewagen achter ons. En hij deed net met de knipperlichten, dus we weten eigenlijk niet. Nee, en we gaan even bij het tankstation stoppen, omdat de paarden... Oh jee, hij komt er langs. Oké. Niks aan de hand. Ja, maar we gaan... Oh nee, ze kijken niet naar ons. Oké, maar wij gaan even stoppen bij het tankstation. Want ik dacht net dat er een fan langs reed. Want er was iemand aan het zwaaien naar mij. Dat deed zo. En ik denk, ze zwaaien terug. Van, hey, wordt herkend. Maar die persoon die vroeg of ik het raampje naar beneden wilde doen. En we stonden half in de file. We stonden eigenlijk in de file. En toen deed ik het raampje naar beneden. Zei hij, je rechterpaard bijt het linkerpaard. Dus wij gaan nu even stoppen bij het tankstation. En even kijken of dat Nora nog lief is. Ja, ik hoop dat ik hier ergens kan stoppen. En anders is het maar even pech voor de mensen die aankomen. Zal ik hier gewoon even... Ja, gewoon even stilstaan. Even snel. Ja. Nou, we gaan even kijken. Ja. Doei. En? Is er iemand bebloed? Is het bebloed? Of... Oh, ja, nee. Moos is alleen een beetje nat. Gelukkig. Oh, Nora, gaan we iets strakker vastzetten. Die had ik niet zo heel strak gedaan. Omdat me net werd aangeraden om het niet te strak te doen. Omdat de paarden, ja, er staat een vrachtwagen. Ja. Om niet te strak te doen, omdat de paarden dan beter kunnen balanceren. Maar als Nora aan het bijten is, dat is niet de bedoeling. Maar ze hebben nog eten. Ga je er nog bij? Oh, ik sta een beetje te trillen ervan. Ja. Oh, mijn hart. Ik was echt even bang dat er iets zou zijn of zo. Oh. Er is niks aan de hand. Nee, gelukkig. Oké, tot zo. Doei. Zo, wat een reis. We zijn heel veel files verder. We zijn echt al 3 uur onderweg. Oké, 2,5 uur zijn we onderweg. Nadine, we zijn toch al 2,5 uur onderweg of zo? Hallo. Hey. We gaan heel even de paarden weer controleren. Oh, hi. Overlezen. Ik denk maar aan het praten. Gaat het goed met ze? Oh, Nora heeft al heel veel gepoept. Ja, maar ze zien er goed uit. Ja, is Moos bebloed? Nee. Nee. Kijk, maar wel een paar, dat hij echt wel, dat je ziet dat er wel een hij is wel gebeten op zijn wang, ja. Ga jij water halen? Ik ga eens even zoeken waar ik water kan halen. Oké, zo ik blijf wel even hier. Ja. En, wilden ze drinken? Nee. Nou, kijk, jammer. Kijk, zo vol die emmer is. Heb ik helemaal meegesleept. Oh. En heel lief mannen aangekeken. En hier staan we dan eigenlijk. Het is gelukkig gewoon een beetje afgekoeld. Het is heel mooi hier eigenlijk, kijk. Ondanks dat we langs de snelweg staan. En dit is dan wat andere mensen zien. En ons was aangeraden om het zeil open te laten vanwege de warmte. Zodat gewoon, ja, dat er veel frisse lucht binnenkomt. Vertel. Bijna 4 uur later en we zijn er! Woehoe! We zijn er hoor, eindelijk. Al die files, maar het voelt niet alsof we al zo lang onderweg zijn. Maar misschien voor de paarden wel. Kijk, de good social party! Party!
Oké, we gaan eerst even naar het toilet. Ik in ieder geval. En hier heb je al de entree. En dan gaan we even kijken welke stallen voor Noora en Moos zijn. Dan gaan we met Noora en Moos wandelen om even de benen te laten strekken en te laten grazen en zo. Noortje is er als eerste uit. Ze hebben alle twee gigantisch gepoept. En nu gaan we Moos pakken. Ja. Zo, we gaan even met de paarden stappen. Ik heb even de truc van het halster bij Moos gedaan, omdat ik wil gewoon even niet dat hij opeens er vandoor gaat. Want die kant is er bij Moos als hij op een gek of vreemd terrein is. Dus dat hebben we even gedaan. Maar hij doet het goed. En Noora die loopt gewoon lekker Moos achterna. En toen liepen we in de piste binnen om even ook hier te kijken. En de paarden doen het heel goed. De muziek ging net opeens super hard. En Moos deed wel even van maar nu gaat het goed. Ja. Ja, ja. Ja, die staat gewoon. Hey, je staat lekker te chillen, hè? Ja, word je er moe van? Oh. Ja, goed van jou. Ja! Wat zo? Stop met je. Ja. Oeh. Wat zo? Juist. Hoe heet zoiets? Spaanse pas? Spaanse pas, daar heb ik een zweepje nodig. Oh. Ik kan het zonder zweepje proberen, maar ik denk niet dat dat gaat. Okay. Ja! Nee. Netjes! Ja! Oké, misschien moet ik dat doen. Oké, cool. Die? Dan moet je juist. Die? Ja! 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 Die? Ja! Goed zo! Gewoon even improviseren. Improvisatieshow. Okay. Ja, goed! Ja! Nora. Goed zo. Zij wil er ook bij. Ja. Noortje, kom maar. Kom maar. Ja, dit snap je. Maar Noora snapt niet dat ze hier met haar hoofd doorheen kan. Maar Moos, ja, alsof je dit elke dag doet, hè? Oh, kijk dan. Ze probeert het nu zo te pakken. Oké. Nog een poging. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar juist. Ja! Oh, goed zo! Oh, schatje. Ja, kom maar. Goed zo. Nog een beetje verder. Kom maar. Hier, we gaan maar eten. Kom maar. Ja. Kom maar, ja. Kom maar, dan kan jij. Dat lukt je. Komt wel, denk ik. Ja, oh, dan kan je echt. Kom maar. Neusje ligt er ook echt zo op van haar. Oh, ik zie er vast verschrikkelijk moe uit. Ik ben ook echt heel moe. Ik ga nog heel even gauw onder de douche om even lekker, ja, fris te zijn voor morgen. Want ik ga morgen een heleboel mensen ontmoeten. En dan is het wel fijn om goed en fris te ruiken. En dan ga ik zo meteen lekker slapen, zodat ik ook weer beetje fris en fruitig en uitgerust morgen gewoon mijn dingen kan doen. Voor morgen ga ik ook een hele vlog maken. Ben je benieuwd? Ga die dan kijken. Volgens mij komt die overmorgen online. Dat hoop ik in ieder geval. En dan bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet even op twomoons.nl te kijken. En vergeet ook geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei! Nothing can break me.